Meneer de president, leden van de rechtbank. Toen ik besloot hier vandaag het laatste woord te voeren in dit proces tegen de vrijheid van meningsuiting, was de reactie van heel veel mensen in mijn omgeving dat het zinloos is. Dat u als rechtbank het veroordelende vonnis allang geschreven heeft. Dat uit alles blijkt dat u mij allang heeft veroordeeld. Misschien is dat zo. Ik weet het niet. Maar ik sta hier toch. Want ik geef nooit op. En ik heb een boodschap aan u en aan Nederland. Nederland is al eeuwenlang een symbool van vrijheid. Wie Nederland zegt, zegt vrijheid. En dat geldt ook, misschien wel juist, voor hen die een andere mening hebben dan de gevestigde orde. De oppositie. En onze belangrijkste vrijheid is de vrijheid van meningsuiting. Wij Nederlanders zeggen wat ons op het hart ligt. En juist dat maakt ons land zo groot. De vrijheid van meningsuiting is Nederlands trots. En dat, precies dat, staat hier vandaag op het spel. En ik weiger. Ik weiger te geloven dat wij die vrijheid zomaar opgeven. Want wij zijn Nederlanders. En daarom spreken we nooit met meel in de mond. En ook ik zal dat dus ook nooit doen. En daar ben ik trots op. Ik zal me door niemand de mond laten snoeren. Vrijheid van meningsuiting is bovendien, leden van de rechtbank, voor mij persoonlijk de enige vrijheid die ik nog heb. En elke dag opnieuw word ik daaraan herinnerd. Vanmorgen bijvoorbeeld. Ik word wakker in een safehouse van de staat. Ik stap in een gepantserde wagen en ga aan een kolonne op weg hierheen, de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De persoonsbeveiligers, de blauwe zwaailichten, de sirenes, iedere dag opnieuw. Het is een hel. Maar ik ben er ook intens dankbaar voor. Want zij beschermen mij. Zij houden mij letterlijk in leven en ze garanderen het laatste beetje vrijheid dat mij nog rest. De vrijheid van meningsuiting. De vrijheid om ergens naartoe te gaan en te spreken over mijn idealen. Mijn ideeën om Nederland, ons land, sterker, veiliger te maken. En ik weet, na 12 jaar beveiliging, na het samen met mijn vrouw om veiligheidsredenen moeten wonen in kazernes, gevangenissen en safehouses, ik weet wat onvrijheid is. En ik hoop oprecht dat dit u, leden van de rechtbank, nooit zal overkomen. Dat u nooit, als ik, dag en nacht bewaakt moet worden, omdat islamitische terroristen van Al-Qaeda, de Taliban, ISIS en wie weet hoeveel individuele moslims u willen vermoorden. Dat u uw eigen brievenbus niet meer mag legen. Dat u op bijeenkomsten een kogelvrij vest moet dragen en dat er politieagenten voor de deur staan als u waar dan ook naar de wc moet. Ik gun u dat allemaal niet. Maar als u dat wel zou hebben meegemaakt, dan zou u wellicht begrijpen, hoe oneens u ook met mijn standpunten bent, dat ik niet kan zwijgen. Dat ik niet zwijgen mag. Dat ik moet spreken. En niet voor mijzelf, maar voor Nederland, ons land. Dat ik de enige vrijheid die ik nog heb, moet gebruiken om ons land te beschermen. Tegen de islam. Tegen het terrorisme. Tegen de immigratie uit islamitische landen. En ja, ook tegen het mega-Marokkanen probleem dat Nederland kent. Ik mag daarover niet zwijgen. Ik moet daarover spreken. Dat is mijn plicht. Ik ben politicus. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ik moet dat benoemen. Ik moet daarvoor waarschuwen en ik moet daar ook oplossingen voor aandragen. Ik heb mijn vrijheid daarvoor moeten opgeven en ik zal daar mee doorgaan. Altijd. En mensen die me willen stoppen, zullen me eerst moeten vermoorden. Meneer de president, ik sta hier dus voor u. Alleen. Maar ik ben niet alleen. Mijn stem is de stem van velen. Bijna
1 miljoen Nederlanders hebben in 2012 op mij gestemd. En dat worden er vanaf 15 maart nog veel meer. Volgens de meest recente opiniepeilingen zijn dat dadelijk wellicht 2 miljoen mensen. En u kent deze mensen wel, leden van de rechtbank. U ontmoet ze iedere dag. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders zou vandaag PVV stemmen. Misschien is het uw chauffeur, uw tuinier, uw huisarts of uw huishoudelijke hulp. De vriendin van de griffier, uw fysiotherapeut, de verpleegster in het verpleeghuis waar uw ouders zitten of de bakker bij u in de buurt. Het zijn de gewone mensen. Het zijn de gewone Nederlanders, de mensen waar ik zo trots op ben. En zij hebben mij gekozen om namens hen te spreken. Ik ben hun woordvoerder, hun verkozene. Ik zeg wat zij denken. Ik spreek namens hen. En ik doe dat vol overgave en met passie. Iedere dag opnieuw. Ook hier vandaag bij u. Dus vergeet u niet, alstublieft, dat wanneer u over mij oordeelt, u geen oordeel velt over één man, maar over miljoenen mannen en vrouwen in Nederland. U vonnist over miljoenen mensen. Mensen die het met mij eens zijn. Mensen die geen veroordeling zullen begrijpen. Mensen die hun eigen land terug willen en er genoeg van hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd. Mensen die de vrijheid van meningsuiting die hier vandaag op het spel staat, koesteren. Leden van de rechtbank, u vonnist over de toekomst van Nederland. En ik zeg u, als u mij veroordeelt, veroordeelt u half Nederland. En heel veel Nederlanders zullen dan het laatste stukje vertrouwen in de rechtsstaat dat ze nog hebben, verliezen. En ik zou hier natuurlijk ook niet mogen staan in dit absurde proces. Want dit is een politiek proces. Laten we daar alsjeblieft eerlijk over zijn. Het is een politiek proces omdat over politieke uitspraken in de Tweede Kamer gedebatteerd moet worden en niet hier. Het is een politiek proces omdat politici van andere, meestal regeringspartijen die over Marokkanen spraken, niet worden vervolgd. Het is een politiek proces omdat uw rechtbank wordt misbruikt voor een politieke afrekening met een politicus uit de oppositie die men in de Tweede Kamer niet aan kan. Dit proces, meneer de president, stinkt echt van alle kanten. Het zou Turkije of Iran, waar de oppositie ook voor de rechter wordt gesleept, niet misstaan. Het is een charade, een blamage voor Nederland, een aanfluiting voor onze rechtsstaat. En het is ook nog eens een oneerlijk proces. Omdat een van u, mevrouw Van Rent, zich eerder negatief over het beleid van mijn partij en de succesvolle wraking in het Wilders 1-proces heeft uitgelaten. En nu toch over mij gaat oordelen. En wat, vraag ik me iedere dag af. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan dat dit proces rechtvaardigt? Ik heb gesproken over minder Marokkanen op de markt. En ik heb vragen gesteld aan PVV'ers tijdens een verkiezingsavond. En dat heb ik gedaan, leden van de rechtbank, omdat we in dit land een gigantisch Marokkanenprobleem hebben. En bijna niemand daarover durft te spreken. Of harde maatregelen durft te nemen. Alleen mijn partij benoemt dat al jaren. Kijkt u alleen al naar wat incidenten van de afgelopen weken. We hebben het allemaal in de kranten kunnen zien. In Groningen, stelende, rovende Marokkaanse gelukzoekers die misbruik maken van ons asielsysteem. Zelfs de burgemeester van de Partij van de Arbeid sprak erover. Marokkaanse jongeren die hele wijken in Maassluis, Ede, Almere terroriseren. Ik kan u nog tienduizenden voorbeelden geven. Bijna iedere Nederlander kent die voorbeelden wel of heeft ze zelf mogen ervaren. Ellende met overlastgevende criminele Marokkanen. Als u die niet kent, leeft u in een ivoren toren. En ik zeg u, als we in Nederland de zaken niet meer eerlijk durven en mogen benoemen, als we het woord allochtoon niet meer mogen gebruiken, als wij Nederlanders ineens racisten zijn omdat we vinden dat Zwarte Piet zwart moet blijven, als we alleen straffeloos blijven als we meer Marokkanen willen, als we anders voor de strafrechter komen, als we onze zwaar bevochten vrijheden en de vrijheid van meningsuiting naar de prullenbak verwijzen, als we een politicus uit de oppositie die premier dreigt te worden in de rechtbank proberen kalt te stellen, dan gaat het mooie land
naar de verdoemenis. En dat is natuurlijk onacceptabel. Want wij zijn Nederlanders en dit is ons land. En nogmaals, wat heb ik nou in hemelsnaam verkeerd gedaan? Wat rechtvaardigt dat ik hier sta als verdachte, alsof ik een bank heb overvallen of een moord heb gepleegd? Ik heb alleen gesproken over Marokkanen op een markt en vragen gesteld op een verkiezingsavond. En iedereen die ook maar een millimeter verstand heeft van politiek, weet dat verkiezingsavonden altijd bij iedere partij vergezeld gaan van politieke speeches vol slogans, one-liners en met maximaal gebruik van de retoriek. Dat is ons vak. Zo werkt het nou eenmaal in de politiek. Verkiezingsavonden zijn verkiezingsavonden met retoriek en speeches. En geen lezingen voor universiteiten waar je iedere alinea een kwartier van zes kanten belicht. Het is te idioot voor woorden dat het Openbaar Ministerie dat nu tegen me gebruikt. Alsof je een voetballer verwijt een hattrick te willen scoren. En inderdaad. Inderdaad heb ik ook op een markt in Den Haag in de prachtige wijk Loosduinen gezegd, en als het even kan, wat minder Marokkanen. Notabene, een paar minuten nadat een Marokkaanse dame naar me toe kwam en tegen me zei dat ze notabene op de PVV zou gaan stemmen, omdat ze de overlast van Marokkaanse jongeren spuugzat was. En op de verkiezingsavond vroeg ik eerst aan het PVV-publiek, wilt u meer of minder Europese Unie? Dat was mijn eerste vraag. En ook toen heb ik niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat we onze soevereiniteit moeten terughalen en weer de baas moeten worden over ons eigen geld, onze eigen wetten, onze eigen grenzen, heb ik niet gedaan. En toen ik daarna mijn tweede vraag aan het publiek vroeg, wilt u meer of minder Partij van de Arbeid? Heb ik ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat het de grootste cultuurrelativisten zijn, de wegkijkers, de lafste islamknuffelaars uit de hele Tweede Kamer, heb ik allemaal niet gezegd. Ik heb alleen de vraag gesteld. En toen ik tenslotte vroeg, wilt u meer of minder Marokkanen, heb ik dus ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat mensen met een Marokkaanse nationaliteit in Nederland sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, in de uitkeringsafhankelijkheid, in de terreur. En dat we dat willen bereiken door criminelen met ook de Marokkaanse nationaliteit na denaturalisatie uit te zetten. En door een strenger immigratiebeleid te voeren. En door een actief, vrijwillig remigratiebeleid te voeren. Punten die al vanaf de dag dat ik de Partij voor de Vrijheid heb opgericht in ons verkiezingsprogramma staan. Ik heb, je Knoops heeft dat al verteld, een en ander overigens wel uitgebreid toegelicht in vele televisieinterviews. Zowel tussen de uitspraak als op de markt en de verkiezingsavond in, als tijdens de verkiezingsavond. Zelfs een paar seconden, een paar minuten na mijn uitspraak en mijn vraag over minder op het podium. En dat is kwaadaardig. Het is zelfs vals dat het Openbaar Ministerie die context nu in één keer buiten de orde wil verklaren. Meneer de president, leden van de rechtbank. Het is walgelijk. Ik heb er geen andere woorden voor dat het optreden van andere politici, waaronder de man die zich nog een paar maanden minister-president van Nederland mag noemen. Hun en vooral zijn optreden na afloop van de verkiezingsavond was een ware hetze. Een heksenjacht. Het kabinet heeft een sfeer gecreëerd waardoor het wel tot een proces moest komen. Premier Rutte heeft zelfs kleine kinderen in het jeugdjournaal wijsgemaakt dat ik ze uit het land wilde zetten en ze vervolgens gerustgesteld dat dat niet zou gebeuren. Alsof ik dat had gezegd. Laaghartiger en valser kan het haast niet. Maar ook de toenmalige minister van Justitie, Veiligheid en Justitie, notabene de politieke baas van het Openbaar Ministerie, noemde mijn woorden en eiste dat ik ze terug zou nemen. Een eis van die minister van Justitie. Je hoeft geen Einstein te heten om te voorspellen wat er gebeurt, wat het Openbaar Ministerie gaat doen, als je geen gehoor geeft aan een eis van die minister van Justitie. En ook de vicepremier en die minister van Binnenlandse Zaken, allebei zoals u weet van de Partij van de Arbeid, lieten zich vergelijkbaar uit. Kortom, het kabinet
heeft het Openbaar Ministerie geen andere mogelijkheid geboden dan mij te vervolgen. De officieren van justitie zijn in dit proces dan ook geen vertegenwoordigers van een onafhankelijk OM, maar de handlangers van dit kabinet. Meneer de president, de elite heeft ook de aangiftes tegen mij gefaciliteerd. En dat is met geen pen te beschrijven. Met voorgedrukte aangifteformulieren, die door de politie naar de moskee werden gebracht, waarin de politie nota bene, zo blijkt uit de processen verbaal, soms ook zei dat ze mijn uitspraken zelf niet vonden deugen. En uit een door ons gedane steekproef bleek dat bij de aangifte sprake was van pure misleiding, intimidatie, beïnvloeding. Mensen dachten dat ze gingen stemmen. Mensen kenden mijn naam niet eens, wisten niet wat ze tekenden, verklaarden zich juist niet door mij gediscrimineerd te voelen. Iemand verklaarde dat alleen al bij de Assuna-moskee na het vrijdaggebed 1200 aangiftes zijn gedaan, omdat het een verkiezing zou betreffen. En er waren stoeten van burgemeesters, samen met wethouders. Stoeten waar burgemeesters en wethouders voorop liepen, zoals in Nijmegen, waar CDA-burgemeester Bruls eindelijk zijn diepgewortelde PVV-haat kon laten zien. De politie had extra openingstijden, bood koffie en thee aan. Er waren dansende, we hebben de beelden gezien, dansende en zingende Marokkanen begeleid door een heuse hoempapa-band voor een politiebureau. Het leek wel alsof er een groot feest van werd gemaakt. Maar ondertussen bleek uit twee representatieve peilingen, één in opdracht van de PVV en één in opdracht van de Volkskrant, dat buiten die elite van overheid en media 43% van de Nederlanders, wat zijn dat, zo'n 7 miljoen mensen, het met mij eens waren. Minder Marokkanen willen. En u krijgt het nog heel druk als het Openbaar Ministerie dadelijk al die 7 miljoen mensen die nou thuis televisie zitten te kijken, ook gaan vervolgen. Meneer de president, mensen zullen nooit begrijpen dat andere politici, vooral die van regeringspartijen, en overheidsfunctionarissen die ook over Marokkanen, Turken, soms zelfs ook over PVV'ers spraken, door het Openbaar Ministerie met rust werden gelaten. Niet werden vervolgd. Zoals, het is al vaker genoemd, PvdA-voorzitter Samson, die zei dat Marokkaanse jongeren een etnisch monopolie op overlast hebben. Of PvdA-voorzitter Spekman, die zei dat Marokkanen vernederd moesten worden. Of PvdA-wethouder Oudkerk, die sprak over kut-Marokkanen. Of premier Rutte, die zei dat Turken moesten opleuren. En wat dacht u van politiechef Joop van Riessen, die over mij, gewoon op televisie, iedereen heeft het kunnen zien, ook het OM, op televisie zei, en ik citeer hem letterlijk, in wezen zou je de neiging hebben om te zeggen, we mollen hem. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. En over de PVV-kiezers, mijn kiezers, zei de heer van Riessen, die mensen moet je deporteren. Die horen hier niet thuis. Had ik eens moeten zeggen. Die mensen moet je deporteren. Die horen hier niet thuis. Een politiechef die ook zei dat mollen een normale reactie is als het om Wilders gaat. Die kunnen het allemaal terugzien op televisie. Dat is haat, meneer de president. Dat is haat. Dat is pure haat. En niet van ons, maar tegen ons. En het Openbaar Ministerie heeft de heer Van Riessen niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vervolgt mij wel en eist een veroordeling op basis van onzinredeneringen over ras en op basis van begrippen die niet eens in de wet staan. Het beschuldigt en verdenkt mij van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie wegens ras. Moet u zich eens op u in laten werken. Wegens ras, hoeveel gekker kan het nog worden? Ras? Welk ras? Ik heb gesproken en een vraag gesteld over Marokkanen. Een Marokkanen is geen ras. Wie verzint zoiets? Denkt u dat iemand die nu hier naar kijkt of het morgen in de krant leest, dat iemand thuis snapt dat Marokkanen ineens een ras is? Wat is dat voor een klinkklare onzin? Geen enkele nationaliteit is een ras. Belgen zijn geen ras. Amerikanen zijn geen ras. Hou alsjeblieft op met die onzin, zeg ik tegen de officieren van justitie. Ik ben geen racist en mijn kiezers, want dat vind ik nog veel erger, mijn kiezers zijn ook geen racist. En hoe haalde u het in uw hoofd om dat alleen al te suggereren? Hoe haalde u het in uw hoofd om miljoenen mensen ten onrechte voor racist uit te maken?
43% van de Nederlanders, ik noemde u het net al, willen minder Marokkanen, zoals ik het net aangaf. Dat zijn geen racisten. Dat denkt u, dat we in Nederland 7 miljoen racisten hebben. Hou op met het beledigen van deze mensen. Dat zijn mensen, gewoon normale mensen, als u en ik. Normale mensen die dagelijks in de praktijk grote ellende hebben van dat Marokkanenprobleem. En ze hebben recht op een politicus die dat probleem durft te benoemen. Maar of iemand nou zwart is, of geel is, of rood is, of groen is, of een pimpelpaarse huid is, zal hem en zal mij een zorg zijn. En ik zeg u, als u iemand voor racisme veroordeelt, terwijl hij niets tegen rassen heeft, dan blaast u de rechtsstaat op. Dan is dat het failliet. Niemand in het land zal dat begrijpen. En het Openbaar Ministerie, meneer de president, leden van de rechtbank, gebruikt nu ook het vage begrip onverdraagzaamheid. Nog zoiets krankzinnigs. Het subjectieve woord onverdraagzaamheid, ik ben zelf lid van de medewetgever, staat niet eens in de wet. Wat is onverdraagzaamheid in hemelsnaam? Gaat u dat bepalen als leden van de rechtbank? En met alle respect, dat is toch niet aan u om te bepalen? En dat is toch ook niet aan de Hoge Raad of aan het Europese Hof om te bepalen? In de wet zelf moet toch staan, lijkt mij, wat strafbaar is. Wij zijn als volksvertegenwoordigers toch gekozen om door het volk om in een wet voor iedereen zichtbaar en duidelijk op te schrijven, te bepalen wat strafbaar is en wat niet. Dat is toch niet aan de rechter? U hoort dat niet te doen. En zeker niet op basis van dit soort subjectieve begrippen die iedereen anders invult. Wat voor u onverdraagzaam is, is voor meneer het Sasse voor een ander misschien niet onverdraagzaam. En door iedereen en makkelijk dus ook kan worden misbruikt. Kan worden misbruikt door een elite om onwelgevallige meningen te verbieden. Deze keer van mij, morgen van iemand anders. Begin er niet aan, zeg ik tegen u. Meneer de president, leden van de rechtbank. Onze voorouders hebben gestreden voor vrijheid en voor democratie. Ze hebben geleden. Velen hebben zelfs een leven ervoor gegeven. En aan deze helden danken wij onze vrijheden en onze rechtsstaat. Maar de allerbelangrijkste vrijheid die we hebben, de hoeksteen van onze democratie, is de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid om te denken wat men wil en te zeggen wat men denkt. En als we die vrijheid verliezen, verliezen we alles. Alles raken we dan kwijt. Dan houdt Nederland op te bestaan. Dan is de inzet van alle die voor ons zijn gestreden en gestorven zinloos. Denkt u eraan, aan al die mensen die hebben gevochten. Voor onze onafhankelijkheid in de Gouden Eeuw tot de verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog. En ik vraag aan u, sta in hun traditie. Sta voor de vrijheid van meningsuiting. En door te vragen om een veroordeling vraagt het Openbaar Ministerie als handlanger van die gevestigde orde, als marionet van dat kabinet, om een politicus van de oppositie mond dood te maken. En daarmee om miljoenen Nederlanders mond dood te maken. En ik zeg u, ook de problemen met Marokkanen zullen daarmee niet opgelost worden. Ze zullen alleen maar groter worden. Want mensen zullen eerder zwijgen. Ze zullen minder durven zeggen, omdat ze bang zijn om voor racist te worden uitgemaakt. Omdat ze bang zijn te worden vervolgd, te worden veroordeeld. Als ik veroordeeld zou worden, zal iedereen die wat over Marokkanen zegt, bang zijn om voor racist te worden uitgemaakt. Terwijl ze dat niet zijn. En u ziet toch wel dat dat totaal onaanvaardbaar is. Meneer de president, leden van de rechtbank, ik kom toe aan een afronding. Wereldwijd is een beweging op gang gekomen die korte metten maakt met de politiek correcte doctrines van die elites en de aan hen onderhorige media. Brexit heeft dat bewezen. De Amerikaanse verkiezingen hebben dat bewezen. Het staat op het punt bewezen te worden in Oostenrijk en Italië. Volgend jaar zal het ook bewezen worden in Frankrijk, Duitsland en ja, ook in Nederland. De wal is bezig het schip te keren. De burgers pikken het niet meer. En ik zeg tegen u, de strijd van de elite tegen de bevolking zal door het volk gewonnen worden. Ook u hier zal dat met dit proces niet kunnen keren. Hooguit bespoedigen. Wij zullen winnen. Het Nederlandse volk, wat ik vertegenwoordig,
zal winnen. En zal zich goed herinneren wie aan de goede kant van de geschiedenis stond. Het gezond verstand, meneer de president, het gezond verstand zal het winnen van de politiek correcte arrogantie. Want overal in het Westen maken we hetzelfde mee. Het vrije woord laat zich niet opsluiten. Realiseerde zich dat alstublieft. Het vrije woord schreeuwt het uit en laat zich niet opsluiten. Overal zeggen steeds meer mensen wat ze denken. Mensen die hun land niet willen verliezen. Mensen die hun vrijheid niet willen verliezen. Mensen die politici willen die hen serieus nemen. Die naar hen luisteren. Die ook durven te spreken over gevoelige onderwerpen. Dat is een heuse democratische revolte die wereldwijd aan de gang is. Overal waait die wind van verandering en vernieuwing. Ook hier in Nederland. Meneer de president, zoals ik u al zei in het begin van mijn laatste woord, ik sta hier namens miljoenen Nederlanders. En ik spreek dus niet alleen namens mijzelf. Mijn stem is de stem van velen. En dus vraag ik u, en ik vraag u dat niet alleen namens mijzelf, maar in de naam van al die Nederlanders. Spreek mij vrij. Spreek ons vrij.